Goedendag en welkom bij het COVID-journaal voor vandaag en wel aflevering 179. Het is alweer een lang weekend en wij van het COVID-team doen ook weer een dringend beroep op u om zich te houden aan de maatregelen. Een derde golf van het virus loert ons om de hoek om toe te slaan. Laten we dat niet laten gebeuren. Hou er rekening mee dat nog geen 5% van de bevolking is gevaccineerd, dus kunnen we helaas nog niet naar het nieuwe normaal. Als we kijken, 25.000 vaccinaties zijn gegeven aan verschillende groepen, ook onder de 40 jaar, dan is 25.000 gedeeld door 407.000. Dan mag u maar narekenen, is amper 5% van onze bevolking. We zijn er nog lang niet. De vaccinatiecampagne moet veel meer vaart, moet veel meer vaccin komen, voordat we kunnen zeggen, onze bevolking heeft weerstand en we kunnen de maatregelen langzaam versoepelen. Ja, toch? Bijvoorbeeld in Engeland hebben ze daar een vrij grote hoge vaccinatiedekking. Andere eilanden in het Caribisch gebied, bijvoorbeeld Cayman Island, heeft 81% dekking van hun 60-plussers. 81% van hun 60-plussers hebben ze al gevaccineerd. Hier heb ik het cijfer nog niet gehad of niet gezien. Er zijn 90.000 60-plussers in Suriname, verspreid over het hele land. En we weten niet hoeveel van die 25.000 al gevaccineerd zijn. Want de 60-plussers, dat zijn de meest kwetsbare groep als we kijken naar wie erg ziek is geworden en wie is overleden in Suriname. Zijn die mensen meer boven de 60-plus. Die 60-plus groep, die moet eigenlijk gemobiliseerd worden. En hoe doe je dat? Niet alleen maar op televisie om af en toe te komen daar. In de buurt te gaan, de resorten gaan, de kerken gaan, lokale kerken gaan, lokale verenigingen, met de bestuursdienst. Want die mensen gaan niet uit zichzelf komen. Je moet de mensen mobiliseren. En dat vind ik niet uit. Dat is in verschillende landen op een heel succesvolle manier gebeurd. Ik wil die 60-plussers oproepen, mina bijna 64 midden, mi vaccineer kaba. Go vaccineer. Aan de jeugd zeg ik, breng je oudje om te vaccineren. Die 60-plusser moet je brengen om te vaccineren. Er zijn verschillende polyklinieken waar je kan vaccineren. Breng ze om te vaccineren, want dat is de meest kwetsbare groep. Als jij 20 jaar bent, krijg je het niet zo erg. Maar die 60-plusser, die krijgt het ergst. We hebben nog niet genoeg vaccin. Dus alle vaccins wat we hebben, moeten we echt nou voor die 60-plussers, aan die 60-plussers besteden. En voor de bevolking is het voorlopig geld Mohana nog. Ja, we zijn er nog niet van af, helaas. We moeten geduld hebben, misschien tegen eind van het jaar, dat het er een beetje beter uitziet. Maar vooralsnog is het, hou je aan de maatregelen. Sterke boodschap van Martelise Eersel. Hou ook rekening ermee dat er gisteren verscherpte maatregelen zijn aangekondigd door de politie voor wat de lockdown betreft. Vandaag en maandag zijn gelijkgesteld aan de zondag. Wat wil zeggen dat vandaag en maandag de avondklok om 9 uur ingaat en duurt tot 5 uur in de ochtend. Ga niet op straat als het niet hoeft. Blijf dit weekend met je familie in huis en bezin. Laten we samen nagaan hoe we uit deze pandemie kunnen geraken. Het hoofd van het Outbreak Management Team, Dr. Martelise Eersel, blikt terug naar hoe de tweede golf van het COVID-virus Suriname in januari verraste en weer heel wat levens heeft geëist. We hebben dus een hele toffe periode gehad vanaf december, toen na aanloop naar de feestdagen, toen men eigenlijk ging partyen, ondanks waarschuwingen, hebben we gezien hoe COVID zo snel is gaan stijgen in de samenleving. Een piekperiode hebben we gehad in januari, met veel overlijdens, tot in februari. We hebben strakke maatregelen toen afgekondigd, onder andere 2 weekend lockdowns. En die hebben echt wel geholpen om het uitgaansgedrag, met gepaardgaande met bar- en clubbezoek, de kop in te drukken en daarmee ook de overdracht van het virus. We zijn dus nu zien we gemiddeld minder dan 10 gevallen per dag. Maar we kunnen niet achterover zitten en zeggen COVID is verslagen. Dat hadden we ook gedacht in december, toch? COVID is er nog, het virus is er nog, het circuleert in de buurlanden. Je hoeft maar te kijken naar het beeldmateriaal van Brazilië. We zien het toenemen in Guyana, in Frans-Guyana ook. Dus het feit is dat we ons echt aan de maat, we hebben iets meer ruimte gehad om te arbeiden en te vertieren. En we moeten er geen misbruik van maken in Suriname. We moeten die Mohana-regels in acht nemen.
mondmasker, handen wassen en afstand houden. Die beelden hebben we niet gezien afgelopen weekend met Pagua. Ik heb het beeldmateriaal ook mogen zien. DJ's waren er. Drank, eten, kraampjes waren open. Natuurlijk gaan er honderden of duizenden mensen op af. Dat had niet gemoeten. Die plaatsen hadden gesloten moeten zijn. Dus wij gaan niet over de handhaving en de orde. Maar als je mensen wil lokken, moet je toch muziek hebben. Eten en drinken. Je kan die mensen eigenlijk niet eens kwalijk nemen die zijn gegaan. Ja, dus we hebben wel eruit geleerd dat als je een samenscholingsverbod hebt, toch, dat jij als, laten we zeggen, orde- en handhavingsorganisatie, mensen geen toestemming kan geven om DJ muziek te spelen en zo. Die plaats hadden gesloten moeten zijn. Dus het is heel erg wat er is gebeurd met Pagua. En nu maar duimen dat we dus geen Pagua-golf krijgen. Zoals elk jaar met het paasweekend trekken heel wat mensen naar de buitenplaatsen om zich daar te gaan vermaken. Martelise Eersel doet van hieruit een beroep op de resorthouders zich strikt te houden aan de gemaakte protocollen. Ook stoort zij zich aan het feit dat op de werkplekken van kantoren en banken het personeel de protocollen ook niet naleven. We hebben ook begrepen ja, dat alle buitenplaatsen, resorten, vol zijn, maar er is een resortprotocol. En de resorthouders moeten zich daaraan houden. Dat dus de woningen niet overbelast zijn en dat er daar geen excessen plaatsvinden die de overdracht van COVID kunnen helpen bevorderen. Men moet zich strikt aan het protocol houden van de resorten en dat is te vinden op de website van het BOG. Je ziet, zodra Surinamers zien dat het aantal daalt, dan gaan ze weer een beetje laks doen. Hè? Je ziet het ook dat mensen in gesloten ruimte werken, waar ze moeten werken, geen masker op hebben, toch? Luid praten, toch? Hoesten in de ruimte. Ik heb het gezien in een bank, ik was in een bank. Ik zal die naam niet noemen van die bank. Maar de persoon die daar aan de kassa zat, had geen mondmasker op. Want die persoon vindt, ja, er is een glas tussen mij en de cliënt, toch? Maar die persoon zit wel in één ruimte met ander bankpersoneel dat ook geen masker draagt. En ze kunnen elkaar dus besmetten, ja? Je ziet ook in banken dat mensen een soort plexiglas hebben van 50 centimeter tussen hun en de cliënt. Verder is het open, airco, en ze zetten hun mondkap af. Terwijl er een protocol is ook voor kantoren. De bank hebben ook een protocol. Dus de bankdirecties en de verantwoordelijken moeten erop toezien dat hun personeel zich beschermt. Niet alleen tegen de cliënt, maar tegen elkaar. Straks krijg je weer een uitbraak daar, dan moeten ze dicht. Een internist-nefroloog houdt zich bezig met patiënten met acute of chronische nierziekten, dialysepatiënten, niertransplantatiepatiënten en patiënten met hoge bloeddruk, hypertensie. Is het vaccin wel veilig voor deze groep? In deze aflevering gaat dokter Umar Poonwassi er uitgebreid op in. De dialysepatiënten zijn nog niet allemaal gevaccineerd in Suriname. Er zijn al een paar gevaccineerd en een groot deel moet nog volgen de komende dagen, dan wel weken. Ja, er zijn heel veel vragen omtrent de dialyse. Ook vanuit de dialysepatiënten. 1. Of het wel veilig is om te vaccineren. 2. Of ze wel beschermd gaan worden. 3. Wanneer mogen ze gevaccineerd worden? Is het namelijk op een dialysedag of niet? Dus dat zijn een heleboel zaken die meespelen. Ik zal proberen in het kort op een paar van die aspecten in te gaan. Allereerst is het belangrijk om te beseffen waarom een vaccinatie noodzakelijk is voor coronavirus. En dat doen we door middel van een paar getalletjes. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen besmet met coronavirus. Maar ik ga me nu toespitsen op de dialysegroep. In Suriname hebben wij ook meer dan 9000 besmettingen reeds gehad met corona. En helaas zijn er daarvan ook wel meer dan 1,5% overleden. En dat is eigenlijk, je kan zeggen bijna tegen de 2%, dat is even ruw samengevat, 1 op de 50 mensen waarvan we weten dat ze besmet zijn met corona, zijn overleden. Dus alle reden om je te beschermen middels een vaccin. Maar de dialyse, daar zijn de getallen
nog eigenlijk erger. Gewoon bizar om te zeggen dat er wel 15 tot 20% van dialysepatiënten in Suriname die besmet zijn geraakt met het coronavirus komen te overlijden. Stelt u zich voor, 1 op de 5 tot 1 op de 6 kans dat een dialysepatiënt komt te overlijden als hij of zij corona is, bijna een doodvonnis. Het is net als een Russische roulette. Hè? Ik draai maar 6, 1 op de 6 dat je jezelf neerknalt. Dus dat is letterlijk een Russische roulette voor de dialysepatiënt. Nou, ervan uitgaande dat je met de vaccinatie deze kans op een ernstig beloop kunt verkleinen, denk ik dat de meeste van ons zeggen, geef me dat maar. Waarom zouden we het vaccin misschien bij een dialysepatiënt niet willen nemen? Er zijn eigenlijk wetenschappelijk geen goede redenen. Er zijn momenteel 3 vaccinaties die wereldwijd zijn goedgekeurd. AstraZeneca, zoals in Suriname wordt gegeven, Pfizer en Moderna. Dat zijn een ander soort vaccin, maar ook voor corona. Alle 3 zijn goed onderzocht en ook goedgekeurd. De kans op bijwerkingen weerhoudt veel mensen ook van het vaccineren. Moet je bang zijn voor die bijwerkingen? Ik zou zeggen nee, want bij elk vaccin horen er vaak een paar bijwerkingen, omdat het afweersysteem moet aanslaan en dat merk je. En dat kunnen zijn koorts, vermoeid gevoel, spierpijnen. Dus dat typische malaise klachten niet lekker zijn. En dat duurt meestal 1 tot 2 dagen. En maak je niet druk. Waar het prikje, dat is ook niet het grootste probleem. Je kan een beetje pijn krijgen in de arm waar je geprikt wordt. Nog een belangrijk aspect is, liever niet in de shuntarm te laten vaccineren. Want daar is de stroom van bloed waar de dialyse shunt zit, is wel een beetje groot. Ja, dus we adviseren dan wel om het in de andere arm te nemen, het vaccin. Maar verder zijn er geen problemen. Welke dag zou je het moeten nemen? Is een veelgestelde vraag. Nou, als je kan kiezen, het maakt niet uit. Voor alle duidelijkheid, het maakt niet uit of het voor, tijdens de dialyse dag of na de dialyse dag is. Maar als je kan kiezen, zeg ik ervan uitgaande dat je de volgende dag soms niet zo lekker zult voelen, zoals bij de vaccins gebruikelijk is, dan zou ik op of direct na een dialyse dag gevaccineerd willen worden. En nu is de vraag eigenlijk van, ja, maar dat raad mee vrede eten. Nou, ik ga zeggen, ik heb 1 corona gehad en ik heb het coronavaccin gehad. Vanwege mijn werk ook in de frontlinie. En als ik moet kiezen, dan kies ik 1000 keer liever voor het vaccin. Simpel. Corona heeft mij gesloopt 2 weken. Het vaccin had ik ook bijwerkingen gedurende 24 tot 36 uur. Een beetje lichaamspijnen, wat koude rillingen. Maar het was niets te vergelijken met de corona zelf. Laat staan als u als dialysepatiënt beseft dat COVID met uw Russische roulette gaat spelen, met een grote kans om te overlijden, dan denk ik longo teka vaccin. En ook een andere vraag die vaak komt is, werkt het vaccin wel goed? Het is namelijk zo dat het afweersysteem van dialysepatiënten iets minder sterk is. Vandaar ook dat heftige beloop als je corona krijgt. Maar de bescherming, of dat na het vaccin net zo goed is als bij een ieder, daar is er nog geen goede uitspraak over of het net zo effectief is. Dat zal de tijd leren. Maar ik denk zelf, alle beetjes bescherming die een heftiger ziektebeloop kunnen voorkomen, zijn dus welkom. Ook als het uw kans om op de intensive care of in het mortuarium te belanden kan verkleinen, dan denk ik dat ik er zeker gebruik van zou maken. Een ander ding. Ik heb nu mijn mondkap niet op, maar ik hou rekening met afstand op dit moment. Veel mensen vragen me ook, dok, kan ik mijn mondkap dan afzetten als ik gevaccineerd ben 2 weken geleden, maar na twee weken zou het vaccin werkzaam moeten zijn, effectief moeten zijn. Het antwoord is niet helemaal correct, want we hebben nog geen aanwijzingen dat het niet kan. Het vaccin beschermt tegen
een ernstig beloop, maar het wil niet zeggen dat u niet besmet kunt raken en niet anderen kunt besmetten. Dus wij zullen op de autoriteiten moeten wachten om deze call te maken, wanneer misschien 60 of meer procent van de bevolking gevaccineerd is, dat we eindelijk weer kunnen socializen zoals we gewend zijn. Maar tot zolang blijft het ook echt Mohana. Yes? Nou, via de centra worden de patiënten dus geïnformeerd. En in principe wordt je data geregistreerd. Daar helpen de verschillende centra hun patiënten mee. Vervolgens wordt alles gecentraliseerd via het BOG. Worden de patiënten dan een plek toegewezen, een datum en een plek. En we geven dan ook aan welke dagen de patiënten dialyseren. Daar probeert men dan ook rekening mee te houden. En dan wordt er dus van daaruit gezegd, oké, op zo'n dag en tijd meldt u zich aan bij AZ of KKF of andere vaccinatielocatie. Ik zou zeggen, gaat u vooral u zo spoedig mogelijk opgeven voor vaccinatie. Er zijn op dit moment geen duidelijke redenen, argumenten om dat niet te doen. En uiteraard, als inzichten veranderen, ja, aan de hand van nieuwe data die vrijkomt, wat eigenlijk niet verwacht, omdat er al miljoenen vaccinaties wereldwijd zijn gegeven, ja, dan wordt u ook door de autoriteiten omstandig geïnstrueerd. Maar op dit moment kunnen we met een behoorlijke veiligheid zeggen, zeker na ook positief advies van de WHO, maar ook van de internationale organisatie die over trombose gaat, van het is veilig. Dus gaat u vooral, meldt u zich, vraagt u voor verdere informatie via uw dialysecentrum, ja, hoe u de online registratie kunt voltooien. Wanneer we als artsen, ja, een advies geven, is dat gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen. We doen het niet op basis van magisch denken, niet op basis van religieuze overwegingen. We doen het puur op basis van onderzoek. Ik wil dan ook mensen sterk ontraden om adviezen te geven met betrekking tot het vaccin die niet gebaseerd zijn op goed gewogen wetenschappelijk onderzoek. Dus als je dan hoort dat het niet de wil van de Heer of wie is dat wij gevaccineerd worden, wil ik u ook erg verzoeken dat het ook niet, denk ik, de wil is van de Heer dat u doodgaat aan het vaccin, terwijl u zelf uzelf kunt beschermen. U rijdt ook in het verkeer met een gordel om, om uzelf te beschermen voor ernstig letsel. Ik denk ook dat we, en dat doen we ook niet zomaar, dat doen we ook op basis van wetenschappelijk onderzoek. We weten dat wanneer je geen seatbelt om hebt, in de tijd vroeger waren er geen seatbelts, dat het aantal dodelijke verkeersongevallen per gereden kilometers in een auto veel hoger waren dan daarna. Nou, datzelfde geld is wetenschap en daarom is het verplicht om het te doen. Nou, vaccinatie gaat naar je lichaam. Natuurlijk, u heeft altijd het recht om te weigeren. Maar ik denk ook, als u weigert, dan maakt u ook een bewuste keus om te kunnen overlijden. Ten gevolge van de COVID. En eigenlijk ook een onmaatschappelijke keus, omdat je natuurlijk ook het virus effectiever kunt verspreiden als je totaal niet gevaccineerd bent. Dus alle verhalen over dat er conspiracies zijn, ja, dat er allerlei complottheorieën zijn, ten spijt, helaas, moet ik daaraan voorbij gaan. Ik heb van dichtbij meegemaakt en bij mezelf wat het coronavirus met mensen doet. Hoeveel mensen in het ziekenhuis hebben gelegen. En er liggen nog wat mensen in het ziekenhuis aan de zuurstof. Vechten voor hun leven. Ten gevolge van coronavaccin. Dus als wij met z'n allen doen alsof dit gewoon een griepje is. En er een hele poeha over wordt gemaakt. Dan zou ik ook moeten zeggen. Dan kiezen wij dus ook bewust om deze mensen niet meer in het ziekenhuis aan de zuurstof te leggen. Niet meer op IC te leggen. We moeten het verhaal compleet bekeken. En vandaar dat ik ook zeg, het heeft dus inderdaad een maatschappelijk belang, want onze ziekenhuizen zijn inderdaad volgelopen. Onze IC's zijn inderdaad volgelopen.
En als wij dus nu zeggen van ja, maar minno, want ik heb vaccin, met de derde golf kom, dan is dat onmaatschappelijk gedrag. En als je het doet op basis van andere medische onderbouwingen, specifiek vanwege bepaalde medicamenten die u misschien gebruikt, wat meestal niet het geval is bij de dialysegroep, maar bij bepaalde andere patiënten, dan is het een uitzonderingssituatie. Maar in het algemeen gesproken, voor 99% van de mensen geldt, u kunt veilig het vaccin nemen. Er is geen complottheorie hierachter. Ja? En als er wereldwijd bewijzen zijn, niet door één persoon bekeken, maar door multiple organisaties, denk ik niet dat ze allemaal een complot hebben om ons voor de gek te houden. Maar dat zou wel in de tijd van social media te gek zijn dat iedereen samen met elkaar gaat samensweren. Ik denk dat social media juist een gevaar zijn om informatie die niet op wetenschap berust te verspreiden. Dus alsjeblieft, let goed op wat uw bron is van uw informatie. Is het een Facebook message van een onbetrouwbaar, een doorstuurbericht? Denk twee keer na. Ik vertrouw op uw intelligentie als Surinaamse burger. Ik wil u nog even aan herinneren dat de lockdown vanaf vandaag tot en met maandag aanstaande ingaat om 9 uur 's avonds. Ga niet op straat. Vier dit jaar jouw Pasen lekker met je gezin thuis. Ga niet meedoen aan mass events en geef die door aan de politie. Wij wensen u van hieruit fijne en bezinningsvolle feestdagen toe. We zien elkaar maandag weer. Blijf veilig en gezond. Tot dan.